Voorheen trainde ik met Dorin en met Sil en hadden we een superteam en kwamen we er eigenlijk achter dat krachten bundelen en dat binnenlands doen is super voordelig. En dat hebben we nu ook, alleen nu hebben we een iets luxere positie. We hebben een super groot team. We hebben, ik denk, een stuk van 8 jongens die allemaal achterlijk hard gaan. En we kunnen elkaar in de training super hard pushen. En dat is eigenlijk wel nodig om ervoor te zorgen dat we als Nederland straks weer kunnen gaan domineren. Iedereen maakt elkaar gewoon beter. We zijn elke dag aan het pushen. Maar aan het einde van de dag is het gewoon even goede vrienden. Gezellig in huis, we koken, eten samen. Het bestaat uit 2 lagen, zou je kunnen zeggen. Je hebt de nationale selectie van Team Allianz. Daar zitten ik, Sil, Joost en Luc Smits in. Dan heb je vervolgens de ploeg die echt al medailles aan het winnen is. Dus hebben we natuurlijk de toppers, zoals Kieran Badloer, die is natuurlijk Olympisch goud. Luc van Zeeland, die heeft natuurlijk eerst RSX gevaren, is op een gegeven moment gestopt. Is ervoor zichzelf lekker gaan foilen en vaart nu weer helemaal mee. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Huig Jan Tak. Het leuke is dat ik en Huig eigenlijk samen zijn begonnen aan het foilen, voorheen. En dat wij elkaar een beetje in Nederland als een van de eerste aan het pushen waren. Maar nu is de cirkel weer rond en trainen we samen. En om dat dan met het genoegen te mogen doen met Kier erbij, goudmedalist, is natuurlijk perfect. Ik heb voor de IQ Foil gekozen omdat ik heel erg hou van het tactische, strategische spelletje. Iedereen heeft hetzelfde materiaal, iedereen gaat ongeveer even hard. En het verschil wordt gemaakt door het koppie en door je fysieke gesteldheid. The idea is to be dominant in all conditions, and every single one of these guys has a strength, and that strength is something else that one of the other guys can pick up. So, for me, this is all about culture, sharing and learning together. And as a coach, I'm trying to facilitate an environment where it's a whole lot of guys working hard, having fun, with strong core values. En goals that are as high as we've set already. Als groep maak je het verschil, dat bewijst zich. En gelukkig hebben we die mogelijkheden vanuit de bond, vanuit de sponsors. Eigenlijk vanaf het begin tot het eind, hè, van de eerste stapjes tot de medaille. Met alles en iedereen die daarbij helpt. Allianz, die ons op een fantastische manier ondersteunt. Die zijn van enorm groot belang.